Dit is Flevoland van zondag 15 september. Een bijzondere dag gisteren voor kunstenaarscollectief Kamp Seedorf uit Almere. In het centrum werd de Ali-trap onthuld. Dat kunstwerk van Kamp Seedorf symboliseert de jongerencultuur in de stad. Ali, ja, Ali is eigenlijk straattaal voor Almere. Alle jonge mensen kennen het. Het is zo leuk dat met name jonge mensen ook echt nu hun identiteit ontlenen aan Almere, maar wel op hun hele eigen manier. De kunstwerken van Kamp Seedorf zijn vaak gebaseerd op voetballers of bijzondere persoonlijkheden. De onthulde Ali-trap was al eerder tijdelijk te zien, maar nu heeft het dus een permanente plek in het centrum. Er was zoveel teleurstelling toen die verdween en zoveel vragen hebben wij gekregen, maak het permanent. Dus dat hebben we nu mogelijk gemaakt, nou, samen met hier de winkeliers, met de vastgoedeigenaren. Vinden we een goed idee en we geven het eigenlijk aan de jonge mensen van Almere. Eerder op de dag kreeg Kamp Seedorf ook al een tegel in de Walk of Fame. Dat is een route door het centrum van de stad die het verhaal vertelt van belangrijke personen of gebeurtenissen in Almere. De tegel is een publieksprijs die wordt uitgereikt naar aanleiding van een verkiezing. Dit jaar brachten zo'n 3500 Almeerders hun stem uit. De tegel voor Kamp Seedorf is de 45ste tegel in de Walk of Fame. Twee motorrijders zijn gewond geraakt toen ze op de Rietweg in Dronten met elkaar in botsing kwamen. Ze zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde vanmiddag net na het middaguur op de kruising van de Rietweg met de Van den Hamlaan. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor de hulpverlening, maar die werd weer geannuleerd. De dierenbescherming heeft in Almere 37.000 euro opgehaald met de Dog Fun Run. Dat is een hindernissenparcours voor baasje en hond. Ruim 300 hondenliefhebbers deden mee aan deze allereerste editie op stadslandgoed De Kemphaan. De Dog Fun Run is een fantastisch leuke dag waarop heel veel mensen uit het hele land naar Almere zijn gekomen om een parcours van 2 of 4 kilometer af te leggen samen met hun hond, waarin wij weer leuke hindernissen en spelletjes hebben neergelegd. Onderweg waren er verschillende uitdagingen, zoals een ballenbak. Menselijke en dierlijke deelnemers vermaakten zich prima. Hoe is het? Ja, goed. Warm. Maar gaat goed. Ja. En hoe vindt de hond het? Ja, geweldig. Die vermaakt zich prima. Echt buitenbeest. Dus is uitlaatklep voor de. Waarom doe je mee? Voor het goede doel natuurlijk. En het is gewoon een leuke activiteit samen met mijn broer. Dus we dachten, we doen gewoon mee. Want het ging ook om het goede doel. Deelnemers konden zich laten sponsoren, zodat de dierenbescherming het leven van honden in asiels wat leuker kan maken. Het geld wat vandaag met de Dog Fun Run wordt opgehaald, dat gaan wij besteden aan leuke speelweiden en mooie speeltoestellen voor de honden die in de asielen zitten, die dus niet naar zo'n dag als vandaag kunnen. Ik zou met mijn zusje bijna 300 euro opgehaald voor de dierenbescherming. Dus daar doe je het uiteindelijk voor. Hè? Nou, en dat is allemaal voor vrienden, familie, kennissen? Ja. Precies dat. De Dog Fun Run is geen wedstrijd. Je mag er zo lang over doen als je zelf wilt. Maar bij de finish kreeg je wel een medaille. Ja, hartstikke leuk. Ja, en mijn hondje is helaas gebeten 2 weken geleden. Maar ik ga het gewoon proberen en ze hebben het hartstikke goed gedaan. Mevrouw, hoe was het? Het was super. Het was echt zo verschrikkelijk leuk. Dat ik ben blij dat ik gekomen ben. En ik ben blij dat we gefinished zijn. Ja. Waar komt u vandaan? Etten-Leur, dat is bij de Belgische grens. Oh wauw, dat is een eindweg. Ja, maar het is wel de moeite waard. Deze eerste Dog Fun Run is in Almere gehouden vanwege de centrale ligging. De dierenbescherming hoopt volgend jaar een tweede editie te houden. De heren van de Almeerse hockeyclub zijn de competitie in de hoofdklasse slecht begonnen. Op bezoek bij Den Bosch ging de ploeg van coach Pasja Gaardeman met 5-0 hard onderuit. En daar had de ploeg vooraf geen rekening mee gehouden. Nee, zeker niet. Dat is zeker niet wat we hadden gehoopt en wat we willen. Volgens mij vlogen de eerste 2 kansen er ook gelijk in. En dan loop je eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan. Ja, want hoe kan dat? Is dat scherpte? Is dat nervositeit? Wat is dat? Ja, weet ik niet. Ik denk dat we gewoon wel... We begonnen gewoon slecht ook aan de wedstrijd. De hele eerste helft eigenlijk zijn we niet in ons spel gekomen. Ja, misschien nervositeit, misschien omdat het de eerste wedstrijd is. Ik weet het niet, maar we begonnen niet zoals we moeten en willen. Ik weet niet, maar we starten gewoon niet goed in onze individuele duels. We zijn gewoon niet scherp genoeg bij start van de wedstrijd. Daardoor zijn we gewoon heel fragiel zodra zij over de middenlijn komen. Dat zijn vooral van situaties vanuit ons eigen balverlies eigenlijk. Dus grote ruimtes. We waren gewoon echt niet sterk in onze individuele duels. Ja. Vorig jaar werd er nog gewonnen van Den Bosch. Gaardeman had zich dit duel dan ook heel anders voorgesteld. Wel een wedstrijd waar je langer kans hebt op resultaat. En nu heb je eigenlijk
ja, geen moment kans gehad op resultaat omdat je gewoon te vroeg op achterstand komt. Dus dat is denk ik nog wel het grootste verlies van de wedstrijd. Het feit dat je deze wedstrijd uit op Den Bosch verliest, dat is niet erg. Dat is op zich wel verklaarbaar. Maar dat je nog geen moment in de wedstrijd hebt gehad dat je echt speelt voor resultaat, ja, dat is wel echt zonde. Dus we hebben nog 21 wedstrijden te gaan en vrijdag is de volgende. Al verre van ideale competitiestart, maar we moeten er niet te veel zorgen over maken. Nee. We gaan je gewoon weer rechtstreeks handhaven, net zoals vorig jaar. Ja, dat is wel het doel. Nou, ons doel is gewoon handhaven. Of het liefst natuurlijk rechtstreeks. En als we met play-outs moeten, moeten we met play-outs. Vrijdag beter resultaat tegen Amsterdam? Ja, daar gaan we wel voor. De mannen dus hard onderuit, maar ook de dames konden vandaag geen potten breken. Zij moesten in Leidschendam aantreden tegen Cartouche en kwamen al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Voor Sofia Verga was het een bijzondere wedstrijd. Zij maakte haar entree nadat ze eerder dit jaar moeder is geworden. Ja, ik mis het gewoon heel erg. Ik mis het spelletje, ik mis ergens voor spelen. En vorig jaar een beetje abrupt gestopt omdat ik uiteindelijk wat sneller in verwachting was dan ik had gepland. Wel heel erg blij mee. Dus ik miste een beetje dat ik het echt kon afmaken en gelukkig krijg ik nu weer de kans. Tot ver in de tweede helft bleef het 1-0. En dat was mede te danken aan kiepster Marit Bijkerk. Zij zorgde er met een paar knappe reddingen voor dat de schade beperkt bleef. Nou, dankjewel. Ja, we kwamen inderdaad best wel lullig achter. Gewoon een corner, dat ja, in mijn ogen was geen corner. Gaat hij lullig via je eigen stick, gaat hij erin. Maar we hebben ons goed herpakt. Het was lastig, dat wisten we. En we slepen er nog een puntje uit. Dus daar ben ik best tevreden mee. Want uiteindelijk lukte het de Almeerse HC vlak voor tijd om de gelijkmaker te maken. En daarmee was het voor coach Harm Schoenmaker niet het gewenste begin van het seizoen. Ik vond het heel rommelig. Eigenlijk bij ons wel beneden het niveau wat ik tot nu toe heb gezien. Kwamen ongelukkig snel 1-0 achter, vond ik. Vond wel dat we ons goed hebben hersteld in de tweede helft door in ieder geval de 1-1 te maken. En ik denk dat vandaag, als ik het niveau van de ploeg zag, toch wel maximaal was. En ook wel goed hersteld vanuit een moeilijke positie, zeg maar. En het voordeel is dat we, mede dankzij onze keeper Marit, heel lang op 1-0 hebben kunnen houden. Waardoor je dus maar eentje nodig hebt om gelijk te spelen. We zijn zeker niet tevreden met het spel van vandaag en met de uitslag. Een beetje valse competitiestart kan je het wel noemen, ja. Volgende week spelen de dames thuis tegen HC Schiedam. Een volle zaal in het KAF in Almere. Alle prijswinnaars van de Challenge Almere Amsterdam werden vanochtend nog eens in het zonnetje gezet. Het was voor de organisatie nog eens een goed moment om terug te kijken op de afgelopen editie. We kijken terug op een fantastisch evenement. Een record aantal deelnemers. Een parcoursrecord bij de mannen. Bij de vrouwen een fantastisch afscheid van Yvonne van Vlerken van de lange afstand. Die daar toch nog met een fantastische strijd de titel pakte. Het was één groot feest gisteravond bij de finish. Het was een prachtig weekend. 2019 was dan voor de organisatie een goede editie. In 2020 moet alles weer uit de kast worden gehaald, want dan organiseert Almere het WK-triathlon. De Internationale Triathlon Unie nam afgelopen week een kijkje en is enthousiast. Ze hebben hier rondgekeken en ze hebben gezien dat dit niet een eenmalige wedstrijd is, maar een organisatie die al jaren staat en een traditie die hier is gecreëerd. Het feit dat er zoveel mensen 's avonds in het stadion zitten, wachten op de laatste deelnemer, dat is echt wel iets unieks. En dan als je daarna vervolgens ziet al die motoren, echt 60 motoren over de finish, daarna honderden vrijwilligers. De Internationale Bond keek zijn ogen uit, dit hadden ze nog nooit gezien. SV Urk in de derde speelronde van de hoofdklasse B op bezoek bij Berkum. De Zwollenaren zijn de competitie begonnen met 2 overwinningen. De Urkers hebben tot nu toe 1 duel verloren en 1 gewonnen. Urk in de blauwe uiternus speelt een moeizame eerste helft waarin de thuisploeg de beste kans krijgt op de openingstreffer. Björn Bakker kan hier de voorzet geven, precies op het hoofd van Jonathan van Marle. Maar die mikt net iets te hoog, de spits van Berkum. Maar ook Urk kreeg kansen. Rikot Neentjes met een aardige dribbel en die bedient William de Boer op maat, maar het schot op tijd geblokt door Dennis Horstman. De hoekschop is dan van Marine Snoek en de kopbal van Benny Dunning kan die bal net niet vol genoeg raken om echt gevaarlijk te worden. En beide ploegen gaan met een 0-0 stand de rust in. Urk is in de tweede helft veel sterker dan de Zwollenaren. Dit zijn beelden uit de 66e minuut. Met de voorzet van Maarten Dijkhuizen. En die komt terecht bij Jan Versloten.
En die legt de bal pan klaar voor Johannes Schrijver. En die scoort zijn allereerste treffer in de hoofdmacht van Urk. Tot grote tevredenheid natuurlijk van trainer Richard Karrebelt. En Urk wil het daarna dan snel afmaken. William de Boer zoekt zijn linkerbeen. Maar een prima redding van Huib Veurink. Maar Berkum geeft zich nog niet gewonnen. De ploeg organiseert een slotoffensief. Het schot is van Jonathan van Marle. Maar gelukkig staat bij Urk Richard Strijker op doel. Berkum probeert met opportunistisch voetbal er nog een puntje uit te slepen. En dat lukt ook bijna. Maar opnieuw is het van Marle die een enorme kans mist op de gelijkmaker. En zo wint Urk met 0-1 van Berkum. En stijgt de ploeg naar de vijfde plaats in de hoofdklasse B.